Kunnen we een nieuwe lockdown nog voorkomen? Meer dan 10 miljoen Nederlanders wonen vanaf vandaag in oranje gebied. Naast de 6 regio's die vorige week al het stempel zorgelijk kregen, zijn er nu 8 regio's bijgekomen. Ook Almere is vanaf vandaag oranje gekleurd. Ik vind ze veel te zwak. Ze moeten veel sterker worden. En ook niet regionaal. Wat ze nu mee bezig zijn, ze moeten het gewoon landelijk invoeren. Dan weet iedereen waar hij toe is. En niet een feestje in Almere er niet mag en in Amsterdam wel of andersom. Dat is natuurlijk onzin. Kan misschien strenger. Maar kijk, zolang je dus houdt aan de maatregelen, dan denk ik dat het goed komt. Ja, hopelijk kortere testen en het vaccin. Meer kunnen we niet doen. Het wordt alleen maar erger, vrees ik. Want ik zie niet echt dat jongeren er bang voor zijn of zo. Ze denken gewoon van ik leef mijn leven en corona boeit me niet echt. Als je alleen al kijkt naar de landen om ons heen waar de regels toch net even een stukje duidelijker en helderder zijn en ook strenger zijn, mag van mij hier zeker doorgevoerd gaan worden. En u bent de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. Dat is nu al sinds een week oranje. Ja, wat we toch heel veel terug horen hier is, het is niet streng genoeg. Er moet meer gedaan worden. Gaat u dat nog doen binnenkort? Nou, het is zo dat we hebben geleerd van de eerste lockdown. Die was heel streng. En we zagen dat de economische impact en ook de sociale impact, als je achteraf hoort hoeveel mensen echt eenzaamheid hebben en echt ook problematieken hebben ontwikkeld. Dus daar leer je van. En je denkt nu laten we stappen maken, afhankelijk van de besmettingen. En dat is die regionale invulling die we hebben gevonden. Ja, dat mag u dus zelf beslissen hè, voor uw eigen regio. Ja, wat kunt u dan nu nog extra doen? Wat je ziet is dat we het wel gezamenlijk doen hoor. Het is niet zo dat we als regio zelf, we gaan wel kijken welke maatregelen passen het beste bij de soort besmettingen en waar ontstaan ze. Nou, bij ons was dat bijvoorbeeld veel in zorgtehuizen of op sportscholen. Nou, dan kun je zelf regionaal daar je maatregelen op toepassen. Dat stem je dan af met landelijk, want je wil wel een goed beeld houden hoe gaan wij landelijk dit ook bestrijden. En daaroverheen kijkt de minister wat de maatregelen zijn. Zoals de aanwijzing rondom horeca is een landelijke aanwijzing. Ja. Als het strenger wordt, komt dat vooral ook van de minister. Op het moment dat hij... Nou, dat is natuurlijk nu de vraag. Hè? Ja. Heel veel experts, eigenlijk horen we die roep steeds meer van er moet landelijk ingegrepen worden. Het moet niet zo regionaal georganiseerd zijn. Ja. Bent u het daar dus mee eens? Nou ja, als het gaat over de stappen die we zetten, als er echt sprake is van meer verboden, dan is dat iets wat landelijk ligt. Dat is landelijk, blijft landelijk. Waar heeft u behoefte aan? Op dit moment, in mijn regio, denk ik dat we, als het gaat over de groepsgrootte, dan zou ik echt nog wel willen praten over, is het slim om met zoveel mensen nog bij elkaar te komen? Ja. Dat is al verminderd, hè? Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld dit weekend, heb ik in mijn gemeente een vlooienmarkt. Nou, dat wil je dan faciliteren. Dus dan zijn we heel druk bezig om te kijken, hoe wordt daar toezicht op gehouden? Komen niet te veel mensen tegelijkertijd binnen? Dat is gisteravond goed gegaan, maar we moeten nog een heel weekend. En wat zou u dan willen horen van de minister? Hoe groot moet die groep dan worden? Ja, de vraag is of je dit soort evenementen moet willen. Kijk, als het goed gaat, als iedereen zich aan de regels houdt, prima. Dat ga ik dus dit weekend zien. Maar ja, we hebben net gisteravond gezien dat niet iedereen dat doet. Dus het blijft spannend. En u wilt ook graag gewoon die ruggensteun hebben. Het is fijner als de minister het zegt dan dat u het als burgemeester moet zeggen. Het is zo dat dit soort maatregelen waarbij je echt hebt over dit soort verboden zitten gewoon landelijk. Wettelijk kader is dat de minister daarover gaat. Wat wij doen, er is regionaal, is echt aanvullende maatregelen die heel specifiek gaan over problemen die lokaal of regionaal spelen. Ja. Voorbeeld is, ik heb veel illegale feesten in mijn gemeente, omdat Mysteryland, dat soort evenementen plaatsvinden in mijn gemeente. Dus mensen zijn gewend daar naartoe te gaan. Dus ik heb heel specifiek deze week voor mijn regio besloten dat die gebieden verboden zijn 's nachts, zodat we daarop kunnen treden als ze beginnen met opbouwen. Om dus inderdaad die illegale feesten tegen te gaan. Tegen ja, te de gaan. Rotterdamse burgemeester, uw burgemeester Abu Talib, die heeft nu ook gezegd van ja, we moeten met de minister overleggen of we nu niet beter landelijke maatregelen kunnen nemen. Steunt u zijn oproep? Nou, er zijn al heel veel landelijke maatregelen. Hè? Dus als het gaat om bijvoorbeeld reisadviezen of heel veel andere dingen, gaat het om heel veel mensen die je thuis mag ontvangen. Dat zijn allemaal landelijke maatregelen. Hij wil niet voor niks overleggen, toch? Nee, en het is ook, kijk, op zich vind ik het logisch dat je, het ligt natuurlijk aan wat voor maatregelen je neemt en ook welke fase de pandemie zit en de verspreiding zit in Nederland. Welke maatregelen je neemt, of je dat regionaal of landelijk doet. Ik kan me er wel ergens iets bij voorstellen dat je
anders omgaat met Rotterdam dan bijvoorbeeld Bad Nieuweschans in Noordoost-Groningen. Het zijn hele andere gemeenten natuurlijk. Maar duidelijkheid is wel heel belangrijk. En ik denk dat dat een heel groot deel van de oplossing is in deze corona-aanpak. Is om heel veel duidelijkheid te creëren. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat we ook daar heel hard en goed op kunnen handhaven.